Welkom, we zijn in Quirijn Stok in Tilburg-Noord. Dit project is gestart omdat de VVE geconfronteerd was met een hele grote betonrot situatie. Dat betekende als je het gewoon technisch zou willen oplossen, dat je ongeveer 8000 euro per woning zou moeten gaan inleggen om te kunnen herstellen. Nou, dat is een gigantisch bedrag en ook voor mensen niet te betalen. Dus we zijn als vereniging van eigenaren zijn we op zoek geweest naar een... Hoe gaan we dat betonrot oplossen? Hoe gaan we weer terug naar een veilige situatie? En mijn collega voorganger heeft echt ultiem om kunnen denken met het idee van als we gaan verduurzamen kunnen we financieren. En zo zijn we eigenlijk met z'n allen rondom tafel gaan zitten van hoe kunnen we zorgen dat het probleem van de flat een kans wordt voor alle eigenaren in de VVE. De VVE heeft een lening afgesloten bij het Nationaal Warmtefonds en het PAW-geld erbij maakt dat we een project hier aan het draaien zijn van bijna 8,4 miljoen. We hebben overal HR++ glas gekregen. Het gas is eruit. We koken voortaan elektrisch. Ja, en een van de meest belangrijke dingen, en die zie je hier meteen, is het nieuwe klimaatgevel die er geplaatst is. Ja, het eindresultaat mag er natuurlijk wel zijn. Hè? Dat is fantastisch. Het mooie van het project van de Mozartflat is in mijn beleving dat we met z'n allen hebben willen doen. We hebben willen kijken wat er wel kan. We hebben gebouwd aan vertrouwen, want dat was er in het begin echt niet aan alle kanten. Dat was best moeilijk. Iedereen had zijn eigen opgave, zijn eigen portemonnee. Maar hoe kun je het dan wel doen met elkaar? En dan moet je 256 woningen moet je mee gaan krijgen in dit project. Dat vraagt op sommige momenten misschien wel een stukje maatwerk. Maar van de andere kant kun je ook geen 256 keer maatwerk leveren. Dus je moet de gemeenschappelijke delen gaan zoeken. Dat heeft heel veel communicatie gekost, overleggen. Maar uiteindelijk zat daar eigenlijk wel de grootste uitdaging. Alle partijen met de neus dezelfde kant op te krijgen. Ik ben zo blij dat de VVE gerekend heeft zonder de subsidies in het hele begrotingsverhaal. Want afgelopen jaar hebben ze een half jaar stilgelegen in verband met vleermuizen. En komend jaar liggen ze weer een tijdje stil, omdat er weer gedoe is met ontheffingen. Elk bouwproject valt tegen. Reken je eigen niet te rijk. Wat dat betreft een leermoment, zeker voor andere VVE's. Reken je niet rijk en zorg dat je je communicatie heel erg goed gaat opzetten en blijf volhouden. Het is een lang proces. Het vraagt nogal wat van mensen. Ja, ik ben apetrots en denk, wow, die VVE, dat hebben ze machtig goed gedaan. En ik neem graag mensen hier mee naartoe. Maar kom eens kijken, want het kan wel.